Ik heb een filmpje laten maken door de buurjongen. Schitterend filmpje. Dat zei de directeur van de basisschool tegen me. Ik zat daar niet als de videovakvrouw, maar als moeder van een nieuwe leerling. Dus ik zei, oh, wat leuk. En ik dacht, thuis zocht ik het filmpje op. Het was precies wat ik verwachtte. Gewoon een paar shots met een muziekje. Dat kan je natuurlijk ook een filmpje noemen, maar marketing is het niet. In deze video vertel ik je hoe je in plaats van een gewoon filmpje een video maakt die je bedrijf laat groeien. Ik ben Elisabeth, de videovakvrouw. In een wereld vol onzichtbare ondernemers is video dé manier om zichtbaar en vindbaar te worden voor je toekomstige klanten. Abonneer je op dit kanaal, want ik help jou om je bedrijf te laten groeien met video. Video's maken is voor sommige mensen gewoon een leuke hobby. Ja, het wordt pas marketing als je wilt dat je video je nieuwe volgers en klanten oplevert. Gewone filmpjes maken, ja, dat kan bijna iedereen. Het internet staat er vol mee, maar daar heb je dus niet zo heel veel aan. Zelfs al doet je buurjongen het gratis. Het levert je niks op. Er is één regel die je helpt om te stoppen met gewone filmpjes die je niks opleveren en alleen nog maar filmpjes te posten die je bedrijf echt helpen groeien. En dat is één keuze. Eén doel dat jij jezelf stelt. En als ik dat zeg, dan weet je ook meteen, dit moet je misschien niet helemaal uit handen geven aan je buurjongen die het gewoon leuk vindt om een filmpje te maken. Hier moet je als eerste zelf de regie nemen. Neem je dit voor. Elke video die jij voortaan online zet, moet als eerste doel hebben om jouw toekomstige klanten een stapje verder te helpen. Wat kan het allemaal zijn? Nou, antwoord op een vraag. Een inzicht delen, iets uitleggen. Iets laten zien, het hoeft niet groot te zijn. Als het je toekomstige klant maar één stap dichter bij zijn doel brengt. En dan weet je meteen ook, dat videoverslag van je event of dat filmpje waarin je iets wilt verkopen. En ook dat filmpje waarin je laat zien wat je allemaal meemaakt. Dat is misschien helemaal niet helpend om je bedrijf te laten groeien. Je kunt je buurjongen trouwens prima laten filmen en monteren. Maar blijf wel de baas over het doel van je video's en de inhoud. Je kunt ze trouwens ook gewoon zelf maken, want zo moeilijk is het nou ook weer niet, dat filmen en monteren. Mijn video's hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk jou helpen om de video's te maken waardoor jouw bedrijf kan groeien. Wat kom jij brengen in jouw video's? Vertel het me in de reacties bij deze video. En ja, dan hoef je dus geen weekvlog meer te maken en ook geen video van je event. Wil je weten hoe je een script maakt voor een video die werkt voor je marketing? Kijk dan hier.